Welkom bij de vijfde en laatste aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee. De serie waar bewoners aan het woord komen die zich actief inzetten voor een saamhorige, gezellige en zorgzame straat. Ze organiseren buurtactiviteiten voor jong en oud en zorgen ervoor dat er in hun straat aandacht is voor eenzame of kwetsbare buren. Actieve bewoners dus, die het lief en leed in hun straat delen en er zijn voor mensen die hen nodig hebben. En ze weten altijd wel nieuwe buurtbewoners te vinden die willen helpen bij een klusje in huis of tuin. Voor deze laatste aflevering ben ik op zoek gegaan naar bewoners die al lange tijd opzomeren en meedoen aan de Lief en Leedweek. En die tips hebben voor nieuwe straten die zich willen aanmelden. Maak kennis met Shani en Abiba in de Van Halsterenstraat en Roy en Nanda aan de Nemelaarsingel. Wat is het belangrijkste als straten willen gaan opzomeren of mee willen gaan doen aan de Lief en Leed actie? Dat je een groepje bij elkaar hebt en daar de activiteiten, kijken wat in je straat past en vragen aan mensen wat ze zouden willen. Hoe kom je nou in contact met mensen? Hoe doen jullie dat? Ja, wij uitnodigen sturen en dan wij bellen ook elkaar als... Door de straatactiviteit te doen. Er wonen nogal mensen van allerlei verschillende nationaliteiten hier in de straat. Doet iedereen dan ook echt mee? Dat klopt, heel veel nationaliteiten. Dat maakt het wel kleurrijk. En meedoen, ja, maar dat meedoen heeft een heleboel facetten. De een doet actief mee, komt buiten, de ander komt gewoon kijken. En de ander zit achter zijn raam. Maar het meedoen voelen ze al. We nodigen iedereen uit, maar dat doen we op papier. En dus al gelijk zeggen van wat het is en wat er gebeurt en wanneer. En ik hang het ook op de raam, dus dan weten ze het altijd nog. En dan vinden ze ook van wij doen iets. Het wordt niet die doen wat, maar wij doen het. Ze voelen een wijgevoel. En dat is... En het kennismaken met elkaar, dat is ook waar eigenlijk het lieve leed, maar ook het opzomeren op staat van maak kennis met nieuwe buren, ga er langs. En dat is eigenlijk de groep die het kleine groepje die het activeert en die het betrekt erbij. Maar zo leren elkaar mensen kennen en zo ben je er gelijk bij. Ja, dus de allerbeste tip in deze moderne tijd is eigenlijk maak gewoon een foldertje of een flyer. Ja, dat werkt veel beter als e-mail of wat dan ook. Een flyer, dat voelt, dat, met een plaatje erbij. En we hebben altijd de logo van Op Zomer Mee gebruiken voor onze straat. Dus alles is onze straat. En wij hebben 3-4 straten bij elkaar, maar het is onze straat. Iedereen voelt zich daar. En een blaadje zegt er, is altijd duidelijk. Wat moet je als eerste doen als je in je straat waar nog helemaal niks gebeurt toch iets wil gaan opzetten? Contact opnemen met Op Zomer Mee. En dan Op Zomer Mee vragen van, joh, hebben jullie een actiefolder? En kijken of er in de buurt een wijkactiviteit is. En je moet het nooit in je eentje doen. Altijd met 2, 3 of 4 mensen. En die niet alleen bij jou wonen, dus niet 1 familie. Maar je moet meerdere families doen. Klein beginnen en niet te groot. Hoe zijn jullie aan de Nemelaarsingel van start gegaan met Op Zomer Mee? We zijn van start gegaan door onze buurvrouw. Die is verhuisd naar Barendrecht. En zij heeft ons eigenlijk gestimuleerd om gewoon door te starten te maken. Wat doen jullie in de Lief en Leedweek? Wij doen heel veel aanbesteden aan ouderen, zieken, bepaalde doelgroepen en mensen die gewoon speciale aandacht nodig hebben. Ook door middel van de hulp, vragen bij de mensen van, of we hulp nodig hebben. En we organiseren activiteiten, een straat schoonmaken en met kinderactiviteiten. Ja, lief en leed, ja. Dus als het iemand gaat trouwen, geven we een cadeautje. Ik ga kleine verjaardagen wat geven, een bosje bloemen als iemand ziek is.
Dus ja, zo is het eigenlijk. Een fruitmandje, ja, ja. Heel veel aandacht aan het liefdesproject en ik vind heel blij dat zo'n project er bestaat. En gewoon groeten aan de buren, dan moet je het nooit opgeven. Als ze zijn een keertje zagrijnig of zo, hallo buurman, hoe gaat het? We blijven maar groeten. Gewoon doorgaan, niet ermee stoppen. En mensen die ook geïsoleerd zijn, die mensen die niet buiten komen, gaan we ook binnen van nou, groeten. Even bellen, dus aan de deur schellen, weet je, deur bellen. Hoe gaat het? Lang niet gezien, wat is er aan de hand? Ben je ziek geweest of vakantie geweest? Zegt hij, oh, dan maken we een praatje. Al is het voor 5 minuten, wordt het een praatje van 1 uur. 2 uur dan staan we daar voor de deur om te kletsen met ze. Dat wordt ook als op prijs gesteld. Dat vinden ze ook leuk. En wij vinden het ook leuk om gewoon contact te houden met de mensen. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Dat waren de tips van bewoners die al jaren Lief en Leed in hun straat delen. Voor de professional in deze aflevering van Lief en Leed gaan we naar Irene van der Lem, die al heel lang werkt bij Op Zomer Mee. Hoi Irene, wat vind je van al die actieve bewoners en van de tips die ze hadden voor straten die ook mee willen doen? Als ik de bewoners van de Nemelaar Singel hoor, dan valt me op dat zij eindigen met die gesprekjes die ze voeren in de straat. Ik denk dat het soms in straten die nog niet opzomeren heel ingewikkeld is of een hoge drempel kan zijn voor mensen om direct aan activiteiten deel te nemen. En ik denk juist dat het thema Lief en Leed een thema is waar veel bewoners voor geenthousiasmeerd kunnen worden. En het de manier om bezoekjes af te leggen bij iemand, gewoon aan te bellen, zoals Roy en die mevrouw uit de Nemelaar Singel net aangaven, kan een hele mooie manier zijn om in gesprek te komen met iemand. En om iemand de volgende keer bijvoorbeeld ergens mee naartoe te nemen. Heel vaak is het goed als je bij zo'n bezoekje dan ook een kleine attentie meeneemt. Dat praat wat makkelijker als je aanbelt. Dan heb je een legitieme reden om aan te bellen. En om ook op je gemakje te vragen hoe het met iemand gaat. Of iemand er al lang woont. Of die het leuk zou vinden om een volgend keertje uitgenodigd te worden. Dus ik denk dat... dat viel me op dat ze dat vertelde. Ik denk dat dat ook een hele goede manier is om mensen te triggeren op dit thema. Jullie hebben bij Op Zomer Mee vast een heleboel tips voor bewoners die in hun straat willen beginnen met opzomeren. Of een Lief en Leedpotje willen aanvragen. Kun je er een paar noemen? Ja, we hebben natuurlijk een heleboel tips vanuit Op Zomeren. De Lief en Leedweek leent zich voor allerlei acties. Ik denk dat het heel leuk is om bijvoorbeeld bij ouderen langs te gaan met een pakketje en gesprekjes te voeren met mensen. Je kan koken voor een groep ouderen. Er zijn kinderen die cupcakes gaan versieren, die rondbrengen. Je kan de tuintjes van ouderen opknappen. Je kunt kinderen heitje voor karweitje laten doen in de Lief en Leedweek. Je kunt mooie verbindingen maken met bijzondere groepen in de buurt. Bijvoorbeeld mensen van Paarmeijer of mensen die in een verzorgingshuis zitten. En daar met je buren of je straat een spelletjesmiddag mee gaan doen. Of een andere leuke activiteit op straat. Ja, er zijn legio mogelijkheden. Bel anders op zomer mee voor meer ideeën. Dankjewel Irene. Dit was de laatste aflevering van de serie Lief en Leed van Op Zomer Mee, waarin je hebt kunnen kennismaken met heel verschillende Rotterdammers die actief zijn in hun straat. Buurtbewoners die samen gezellige activiteiten organiseren en elkaar zo ontmoeten, maar elkaar ook een handje helpen als dat nodig is, of de zorg voor een zieke buurman of buurvrouw op zich nemen. En dat is geen overbodige luxe in een tijd waarin de overheid duidelijk heeft gemaakt dat professionele hulp niet altijd direct meer beschikbaar is. Gelukkig zijn er in Rotterdam honderden straten waar de buren er voor elkaar zijn en Lief en Leed delen. Bijvoorbeeld door even aan te kloppen bij die zieke buurman of door klusjes te doen voor ouderen, een boodschapje te halen voor iemand die slecht ter been is of even op de kinderen van de buren te passen. Ben je door de verhalen van actieve bewoners enthousiast geworden en wil je ook aan de slag met Lief en Leed in je buurt? Meld je straat dan aan bij Op Zomer Mee. Straten die aan de slag gaan met Lief en Leed zijn van harte welkom en kunnen rekenen op steun en hulp. En dan gaan we nu voor de laatste keer naar Marjolein in de Biep. Hallo, daar ben ik weer. En vandaag is het zover. Deze hele week is de Lief en Leedweek in volle gang. Dus ook vandaag testen we hier in de hal van de bibliotheek gewoon een paar mensen door middel van deze Lief en Leedmeter van Op Zomer Mee. Gewoon vragen, hoe is het eigenlijk in uw straat op dit gebied van Lief en Leed? Hoe zullen andere bewoners in uw straat deze vragen beantwoorden? Positiever dan u?
Hetzelfde of negatiever dan u? Geen flauw idee. Positiever, negatiever of hetzelfde? Ik denk hetzelfde. Hetzelfde? Hetzelfde? Ja, ik denk ongeveer hetzelfde wel. Ik denk positief. Ja, ja. Iedereen is ander. Niet iedereen is hetzelfde. Maar mening verschil natuurlijk. Want ja, want het is een grote straat. Maar waar ik woon, vijf deuren. Ja, ik heb geen problemen voor en achter. Nee. Ken je allemaal? Allemaal. Goed zo. Van naam. En, ja, we kennen elkaar. Ja, ik denk wel dat ze positief zijn, ja. Want we wonen in een prima wijk. En we hebben allemaal eigenlijk een goede achterban. En als ze allemaal net zo over de wijk denken als ik. En ik ben altijd zo'n kind. Ik denk dat iedereen hetzelfde denkt. Dus, dat heb ik ook. Ja, dus dat komt wel goed.